Hallo YouTube. Vandaag gaan we weer koken en we gaan spaghetti carbonara maken. Voor dit recept heb je nodig spaghetti, spekjes, eieren en geraspte parmezaanse kaas. Voor de eerste stap van dit gerecht is het best wel makkelijk. Pak de parmezaan, doe die in een grote kom. En je breekt daarna de eieren in de kom. Daarna meng je de eieren met de parmezaanse kaas. Ik doe op het moment niet op de handigste manier, maar ik kan beter een vork gebruiken. Mengt het. Moet één groot lekker mengsel worden. Daar doe ik er zo meteen nog een eitje extra bij, omdat het ei nogal wat spul nogal dik is, zoals je kunt zien. Nog een extra eitje. En dit zorgt ervoor dat mengsel lekker, niet 100% vloeibaar, maar goed vloeibaar is. Daarna doet u hier een beetje zout, peper en zout bij. Mengt u dit door het beslag en dan bent u hiermee klaar. Ondertussen heb ik het water laten koken. Dat is wel handig als je dit van tevoren doet, het kan nogal lang duren. Hierna gooi ik ongeveer een half pak spaghetti in de pan en laat het voor zo lang als nodig koken. Zelf doe ik er nooit zout of olie of zo bij. Ik heb niet echt het gevoel dat het echt nodig is. Goed zorgen dat het onder water zit. Begin zullen er een paar spaghetti slierten breken en alles. Dat maakt echt niks uit. Nog een paar extra, gewoon omdat het kan. De volgende stap voor ons is het bakken van de spekjes. Lekker krokant. Zoals de spektoefees, maar dan niet aangebrand. Dat is misschien wel handig en lekker als het niet zo aangebrand zijn. Beetje bewegen op het begin, maar hoeft niet per se, kan wel. Voor de rest hoeft u er niet veel bij te doen. Geen zout, geen peper. Vooral geen zout. Anders krijgt u zoutoverdosis. Dat is niet echt handig. Peper doe ik nooit op spek. Het heeft al genoeg smaak van zichzelf. Denk ik altijd dus. Oké,
Ondertussen de spaghetti een beetje in de gaten houden. Zoals u kunt zien, ze zijn lekker aangebakken, niet gebrand. Ziet daar lekker uit. Nu, de makkelijkste stap van allemaal. Het afgieten van de spaghetti. Dat is het makkelijkste wat je moet doen. Zoals je kunt zien, doordat ik er geen olie in heb gegooid, blijft er een beetje spaghetti plakken. Niet echt een probleem. Hierna zet u de pan van de spaghetti terug op het vuur. Gooi er een beetje olie bij als de spaghetti's nu te blijven plakken, zodat ze een beetje loskomen. That's all. Dan gooi de spaghetti in de pan. Zoals je normaal bij normaal spaghetti doet. Zorg dat het een beetje gemengd is. De spaghetti niet aanbrandt. Heel handig. Daarna pakt u de ei parmezaan spul en giet u dit bij de spaghetti. Ik moet zeggen, op het begin ziet het er niet echt lekker uit. Maar als u het ei parmezaan spul niet te lang in de pan laat zetten, dan is het echt heel lekker. Het moet echt net gaar, net niet gaar zijn, zeg maar. Dus zoals je kunt zien, alles is gesmolten. Het is niet meer lekker op het moment dat het klonterig is geworden. Dat is niet goed. Oké, daarna gooit het de spekjes door de spaghetti. En dit is eigenlijk het meeste al klaar. Nu is de spaghetti ook klaar. Is helemaal goed. Hierna begint het ontdekken van het bord. Ik ga niet heel moeilijk doen. Het is voor 2 personen, dus ja, daarom pakte ik 2 borden. Dan pak je de spaghetti. Heel makkelijk. Pak iets om het mee te pakken. Kon ik niet vinden op het eerst, dus daarom. Hierna gooit u gewoon de spaghetti in het bord. Zorg dat die gewoon zo eruit komt zoals hij eruit ziet. Een beetje spek er doorheen. Spaghetti. De saus blijft eigenlijk al aan de spaghetti hangen. Dat is heel lekker aan deze spaghetti. Maar alsnog mensen. Ga het later nog een keer zien. Maar alsnog bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.